En daar loopt hij dan, zomaar in het wild op een amateurveld in Enschede. Het supertalent van Argentinië. Zijn naam? Lionel Messi. Hij wordt binnenkort 18 jaar en speelt al sinds zijn 13e bij Barcelona. En erg veel zin in dit interview heeft hij niet. En dat schiet natuurlijk niet op als je iemand beter wilt leren kennen. We proberen toch wat informatie los te krijgen. We willen graag weten waar op deze aardbol hij geboren is. ¿Cómo se llama? Rosario. Mario Kempes también, ¿no? Sí. ¿Y no es tu ídolo? No, porque no tuve la oportunidad de verlo jugar mucho tampoco. Het zal u niet verbazen dat Maradona het idool van Messi is. De oude meester hield in zijn tijd de bal wel iets sublimer hoog dan de nieuwe lichting. Maar van Messi hoeft dat ook allemaal niet zo nodig. Maar wat vindt Messi nou eigenlijk wel leuk? Films? No, no soy de mirar películas. ¿Y libros? Bueno. Messi is vooral voetballer en die praten met hun voeten. Espero que salgan las cosas bien, intentar aportar cosas al equipo y bueno, y como todos los chicos que estamos acá, intentar de llevar la copa para Argentina. Es regaliz. Arenque. ¿Y? ¿Qué esto? Es dulce, dulce de Holanda. Bueno. Hij heeft ons niet echt de kans gegeven hem beter te leren kennen. Maar Messi heeft in ieder geval een Nederlands woord geleerd. Peggy. In de komende wedstrijden zal Lionel Messi ongetwijfeld laten zien wie hij werkelijk is.